Zullen we het even over het vliegtuig hebben? Want daar hebben we het nog niet over gehad. De hele dag hoor je, het was een nieuw vliegtuig. En er sprak iets semi-geruststellends uit. Zo van, ja, het toestel kan het eigenlijk amper hebben gelegen, want het was zo'n nieuw toestel. Wat meneer Buller al zei, die ongevallen tegenwoordig zijn meestal combinaties van dingen die allemaal moeten plaatsvinden. Dus allerlei oorzaken bij elkaar. En dat heeft niet zoveel te maken met het leven van het vliegtuig. Een oud vliegtuig, het oude vliegtuig wordt ook gewoon goed onderhouden. Een nieuw vliegtuig wat net is afgeleverd, wordt goed gecontroleerd voor die aflevering. Wij kunnen het alleen maar met automobielen vergelijken, maar er is toch wel... Daar is verschil tussen. Oh, daar ja? Is, een automobiel wordt lang niet zo goed onderhouden en bijgehouden als een vliegtuig. Het vliegtuig wordt sowieso regelmatig helemaal uit elkaar gehaald. Daartussendoor wordt het diepgaand bekeken. Plus voor elke vlucht wordt het gecontroleerd op allerlei kritische punten. Elke keer. En heeft dit toestel een zwakke plek? Nou, we zeggen, we zijn erachter gekomen, naar aanleiding van Turkish Airlines, dat er een zwakke plek zat in bijvoorbeeld de hoogtemeter die verbonden was aan, aan de gashendel, zeg maar. Ja, een van de radiohoogtemeters die dus normaal eigenlijk helemaal nooit gebruikt, maar wel die koppeling had die in dit geval dan... En toen bleek later dat Boeing zei, ja, dat is al heel lang zo. En, En nooit iemand heeft gedacht dat het een probleem zou kunnen worden, want het werd altijd opgelost. Nou, dat is, ik weet hier van die Airbus A330 niets. Het is een bekend vliegtuig, wat zijn er een paar verongelukt, maar niet meer dan wat je mag verwachten. Statistisch gezien. In ieder vliegtuig kan natuurlijk iets kapot gaan, ook een hoogtemeter. En dan is het vaak de vraag, hoe reageert de vlieger daarop? Maar er wordt wel eens gekscherend gezegd dat toestellen van Boeing en Airbus en ook andere makelij zo hypermodern zijn uitgerust, dat je eigenlijk naast de captain een hersen moet zetten om te zorgen dat hij met zijn vingers van de knoppen afblijft. het werkt gewoon allemaal dubbel veilig. En ik denk dat Benno dat wel... Niet helemaal. Nou, hij is vlieger, hij wil zijn baan houden. Nou, ik ben al met pensioen. Ja, maar los daarvan, dat is een opvang die je wel vaker hoort. Van, als je het allemaal automatisch maakt, dan gaat het vanzelf goed. Maar dat is natuurlijk niet zo, want... Ja, maar elektronica computer, is toch ook kwetsbaar? Een computer is ook maar een mens natuurlijk. Hè. Is de techniek die ook kan falen. Maar B, moet je het programma ook foutloos geschreven hebben. En je moet kunnen voorspellen wat er allemaal kan gebeuren. Nou, juist die combinaties van dingen zijn fundamenteel onvoorspelbaar. Dus je hebt in laatste instantie die mens nodig die zich maximaal moet laten ondersteunen door die techniek. Dat is absoluut zo. Maar de leeftijd van het vliegtuig, want daar ging het even over. Dat het nieuw is, wil niet zeggen dat het niet kan verongelukken. En als het ouder is, wil niet zeggen dat je dus zorgen moet maken. Dat het gaat om de totale... De maatschappij is... Ik zou denken een Afrikaanse maatschappij of KLM. Ik zou toch voor KLM kiezen. Dat moet je allemaal zelf weten, maar het is zo dat Libië heeft natuurlijk heel zwaar gehad in de tijd van de sancties. Hè. Die hadden toen geen geld, geen onderdelen. Ik denk dat ze nu in het kader van wij willen erbij horen met deze maatschappij een hele nieuwe start hebben willen maken. Die hebben ze gewoon vanaf het begin opnieuw opgezet. Ze hebben nieuwe vliegtuigen gekocht en... Daar is verder, ze zijn gecontroleerd in Europa ook regelmatig. Ja, nou misschien even hebben we het over de manier waarop wij selectie maken voor de luchtvaartmaatschappij waarmee wij werken. Bijvoorbeeld, Want u selecteert zo'n luchtvaartmaatschappij. Ja. Het is zeker niet zo dat we zomaar iedere maatschappij die goedkope tickets aanbiedt contracteren. We maken TUI Nederland Kras, maakt deel uit van een internationaal concern. En daar houdt een heel team mensen zich bezig met de beoordeling van de veiligheid van luchtvaartmaatschappijen. Mm-hmm. En zoals dat bij ieder groot beursgenoteerd bedrijf gebeurt. En Afrika was letterlijk whitelisted. Dat betekent dat ze op een lijst stonden van maatschappijen waarmee gevlogen mocht worden op basis van het oordeel van IATA-onderzoek. IOSA-certificatie heet dat. Dat betekent dat ook andere maatschappijen zo'n vliegtuig mogen inhuren. Dat het hier in Europa mag landen. Op basis van de safety record. Hoe veilig heeft dat toestel geopereerd? Dat die maatschappij geopereerd. Daar was niets aan de hand, niets op aan te merken. Nou, geld is ook al geen probleem in Libië bij een staatsmaatschappij in een land met zoveel olie. Het onderhoud wordt gedaan door Lufthansa Technics. Dus hier in Europa. Dus eigenlijk is er de maatschappij, niemand kent hem, maar hij komt uit Libië. Maar als je hem zo beoordeelt en beschouwt, is het een uitermate acceptabele maatschappij om mee te vliegen. Ja, en de suggestie die vandaag ook wel gewekt werd van ja, maar die hele goedkope vluchten die zijn gewoon gevaarlijker. Nou, dat zou betekenen, als dat klopt, dat in Europa maatschappijen als Ryanair en EasyJet de meest onveilige maatschappijen zouden zijn om mee te vliegen. Dat is natuurlijk absolute onzin. Dat is niet zo. Onderhoud en veiligheid en prijs hebben niets met elkaar te maken. Die hebben niets met elkaar te maken. De veiligheid van toestellen heeft te maken met de mentaliteit die binnen een airline heerst. Maar dan moet niets toch, met geld. Die tickets kunnen toch alleen zo goedkoop zijn omdat er ergens op wordt bezuinigd? Nou, bijvoorbeeld omdat de overheid van
van Libië bereid is om miljoenen te stoppen in een airline, omdat het een prestige-airline is. Ja, maar wij staan er niet bij als ze zeggen, nou, vandaag maar even niet controleren. Nee, maar als Lufthansa Technics het onderhoud doet, het groot onderhoud doet van deze toestellen, dan durf ik mijn vinger mijn hand in het vuur te steken dat op een goede manier gebeurt. Ja, ik ben het met Steven eens dat, dat veiligheid en goedkope tickets niet echt, en in ieder geval niet per definitie, iets met elkaar te maken hebben. Wat je wel ziet gebeuren, is dat, dat vakantiegangers en daardoor ook reisorganisaties naar steeds goedkopere, maar daarmee is niet gezegd onveiligere, maar wel goedkopere wegen naar Rome kijken. Mm. En in dit geval leidde de goedkoopste weg via Tripoli naar Johannesburg, terwijl we van Schiphol ook non-stop kunnen vliegen. Ja. Ja, dat is de keuze van de vakantieganger, waarmee niet gezegd is, ik herhaal het, dat hij daarmee voor een onveilige maatschappij heeft gekozen. Of maar wat wilt u er dan eigenlijk wel mee zeggen? Dat het niet voor alle maatschappijen geldt. En dat is wat Steven misschien toch wat moet nuanceren. We hebben nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, ook de affaires met Honor Air gehad. En andere maatschappijen uit Turkije die van de een op de andere dag ook weer verdwenen, die bleken ook heel goedkoop te zijn, maar ook onveilig te vliegen. Die kregen zelfs een vliegverbod opgelegd, dacht ik. Bij wijze van, ja, dat dus is dat gebeurd. Dus daar heeft meneer Beurlaag een punt. Daar is dus blijkbaar wel een relatie tussen veiligheid en goedkoop vliegen. Nee, dat bestrijd ik. Ik wil niet zeggen dat alle maatschappijen die goedkoop vliegen hun vliegtuigen goed onderhouden. Maar ik wil ook niet zeggen dat alle maatschappijen die veel geld voor hun tickets rekenen hun vliegtuigen goed onderhouden. Nogmaals, dat hangt af van de mentaliteit. Uiteraard van de beschikbare hoeveelheid geld, middelen om toestellen te onderhouden. Maar de normen om ook hier binnen Europa te mogen opereren. De normen die zeker sinds een aantal jaren ook door de Europese Unie worden gehanteerd bij veiligheidscontroles, bijvoorbeeld op Schiphol, maar ook in Brussel en Düsseldorf, zijn van die aard dat echte slechte maatschappijen in Europa gewoon op een zwarte lijst staan en hier niet meer binnenkomen. Is het zo eenvoudig? Het komt daar wel op neer. Het gaat inderdaad om de cultuur eerst binnen zo'n organisatie. Hè. Die moet gewoon deugen, zoals dat bij EasyJet en Ryanair ook deugt. En bij Transavia ook, hè, die ook met goedkope tickets soms werkt. En dan heb je vervolgens een overheid nodig die er bovenop staat en kijkt of dat binnen die maatschappijen goed is georganiseerd. Want het kan inderdaad best zijn dat een maatschappij met een slechte cultuur inderdaad bezuinigt op het onderhoud. En nou, daar moet dus een overheid ingrijpen en zeggen, jouw systeem deugt niet. Dus op die manier is het geborgd. En dat werkt op zich goed. Kijk, vliegen is gewoon heel efficiënt, dus het is ook helemaal niet zo verschrikkelijk duur. En als je een goedkoop kaartje koopt bij Ryanair of Transavia, dan moet je ook weten dat een aantal van de mensen in het vliegtuig misschien wel 10 keer zoveel betaalt. En het vliegtuig als geheel levert per saldo geld op. Dat is hoe het werkt bij die bedrijven.